STVV is een club met een decennia lange traditie. Een traditie met hevige supporters, hard werk en een fantastische sfeer. En dit alles sinds 1924. In deze jaren passeerden heel wat spelers de revue, steeds gehuld in onze prachtige clubkleuren. Vele mooie shirts vonden de weg naar het Haspengouwsgras. En één van deze shirts brengt STVV terug op de markt en jij kan meebepalen welk shirt je weer in de fanshop zou willen zien. Wij kozen alvast deze drie kanshebbers. Het shirt met als hoofdsponsor BT Heftrucks werd in het seizoen 87-88 gedragen door spelers als Mark Wilmots en Stef Achten. 87-88 was het seizoen waarin Staaien voor haar eerste wedstrijd reeds enkele uren, jawel uren, voor de aftrap gevuld was met 10.000 toeschouwers voor de wedstrijd tegen Beerschot. STVV was de revelatie van het seizoensbegin. Kende een inzinking later in het seizoen, maar eindigde in de middenmoot op de 11e plaats. STVV won dat seizoen onder andere met 0-4 op het veld van Standard de Liège en met 0-1 op het veld van Anderlecht. De hoogtepunten van dat seizoen. Het seizoen 93-94 begon STVV in tweede klasse zonder hoofdsponsor. En speelde zo aanvankelijk dan maar met kledingpartner Ten Man op de borst. Na het behalen van de tweede periodetitel was het enthousiasme zo groot dat men fruitsappenproducent Loza wist te strikken voor de rest van de competitie. Wist u trouwens dat STVV en Loza reeds in de jaren 60 een samenwerkingsverband op poten hadden? Toen niet op de wedstrijdshirts, maar op de trainingskledij. In het seizoen 93-94 zette de ploeg een reeks neer van 15 wedstrijden zonder nederlaag en kreeg drie speeldagen voor het einde van de competitie de zekerheid over de titel. Toen daags na een 3-0 thuiszege. STVV was kampioen en eindigde het seizoen op 62 punten. 7 meer dan de uiteindelijke tweede Excelsior Mouscron. Hoewel de fruitveilingen van Sint-Truiden en Borgloon al langer op de borst van STVV pronkten, stak het Jonagold shirt van Lotto uit het seizoen 97-98 er voor ons bovenuit. 97-98 was het seizoen waarin Wouter Franke, Robbie Dello, Chris Buvens en doelman Dusan Belic hun debuut maakten. Ook de supersnelle spits Mladen Rudonja was dat seizoen voor het eerst in truiend scheelblauw te bewonderen. Trainer dat seizoen was de Nederlander Barry Hulshoff, die vorig jaar jammerlijk overleed. De grootste zege behaalde STVV dat seizoen op het veld van Antwerpen. 0-4 was de eindstand. Uitblinker in die wedstrijd was de Deen Thomas Rasmussen. STVV beleefde met een uiterst jonge kern een moeilijk seizoen en strandde op de 14e plaats.